Annette, de competitie is nog niet begonnen en al is weer zo'n grandioos groot toernooi. Ja, mooi hè? Ja. Dit is altijd een goede voorbereiding op de competitie. De competitie start in de week van 11 september. En de eerste weekend van september hebben we nu voor de 49ste keer een toernooi. En dit toernooi is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Niet alleen voor de afdeling Noord, maar ook voor de afdeling Oost en alle andere afdelingen van de NTTB. En niet alleen voor mensen die lid zijn van de NTTB, maar ook recreanten mogen hier aan meedoen. Dus eigenlijk voor iedereen toegankelijk. 200 deelnemers vandaag. Gisteravond zijn jullie begonnen met de voorbereiding. Ja, nou, eigenlijk een jaar geleden. Maar dat is flauw natuurlijk, hè, want we zijn natuurlijk het hele jaar door. Ja. Maar eigenlijk zijn we aan het begin van de week zijn we al begonnen. Je moet je voorstellen dat wij al deze tafels niet in ons eigen bezit hebben. Wel heel veel, maar lang niet alles. Dus wij lenen tafels van andere verenigingen en die halen wij in de loop van de week halen wij die op. Dat geldt ook voor de afscheidingen. Hè, die groene en die blauwe hekjes allemaal die hier staan, die lenen wij ook van buurtverenigingen. En wanneer het hun uitkomt, halen wij in de loop van de week halen wij ze op. En vrijdagavond wordt hier alles ingericht. Er staan 49 tafels. 49 tafels en 200 deelnemers. Ja, en allemaal op exact dezelfde afstand, met exact dezelfde ruimtes. En het is altijd weer een kunst om dat zo mooi neer te zetten. Ja. Komt hier dan vandaag ook een winnaar uit? Ah, zeker. Bij de jeugd sowieso. Ja. Ja, dus we hebben daar een eerste en de tweede prijs voor de jeugd. We hebben verschillende categorieën voor de senioren. En natuurlijk de A-categorie is natuurlijk de hoogste categorie. Daar hebben we dan natuurlijk de kampioen van AFRACE. Mogen wij dit dan ook beschouwen als een groot toernooi in het noorden des lands? Ja. Ja, dat mag je echt. Ja, dat mag je absoluut. Ja. Het is een heel toegankelijk toernooi. Het is heel laagdrempelig. Dat allemaal hier in Delenswaard. En dat allemaal hier in Delenswaard. Ja, fantastisch hè? Nou, mooi om te horen. Volgend jaar gaan we een feestje maken. Ja, 50. Ja, ja 50. Pakken jullie dan een groots uit of gaat er nog wat gebeuren? Jullie laten niet ongemerkt voorbij gaan. Absoluut niet. Nee. Dit is de kans om gewoon echt goed naar buiten te komen. Dus ja, dat gaan we echt doen. Leuk. Nou, Annette, bedankt voor het gesprek. Ja, graag gedaan. En nog een hele fijne voortzetting. Dankjewel. We gaan er wat moois van maken.